Maar oké, ja, hier zit ze vlakbij me. Jij, meisje. Hoe is je toch? Ja, daar staat dus nog een draaiorgel bij Dijkzicht. Hallo lieve vrienden, ja, ik ben niet opgemaakt. De reden daarvan is dat ik mijn haar straks ga doen. Maar oké, ik wens jullie wel als eerste een welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Het is vandaag woensdag 27 mei en we leven om 10 uur 24. Ik ga snel even met Rijka wandelen, want Rebecca die komt rond 1 uur of 11 en Ewen die zit te zeuren, die wil ook een beetje eten, maar die wacht nog maar even, ik ga eerst weg. Ja, en vandaag mijn haar eventjes doen, want het is helemaal stijf van die troep die erin zit. En even een kleurtje weer bijwerken en dan komt het allemaal wel weer goed, ja toch? En als mijn haar klaar is, dan maak ik mijn pas op, ja. Want met wasje, dat gaat het toch weer af, dus dat helpt je, zeker niks. Hé? Nee nou, nee ja. O, jij bent lief meisje. Maar oké, ja, je zit zo vlak bij me, jij meisje. Hé, hoe is je toch? Ja. Maar oké, en Rijka die ligt op de bank in het zonnetje met een koppie. Die ligt daar even te genieten. Maar oké, ik vind het zo lief hoe ze dat doet. Maar oké, ik ga er even vandoor en ik wens jullie natuurlijk ook een hele fijne, liefdevolle middag toe. Geniet ervan, geniet met elkaar en van dat prachtige mooie weer. En ja. Geniet ook van andere dingen, de kleinste dingen om je heen, al is het maar een vlindertje, het kan zo'n mooi wezen. Dus ja, geniet van alles en tot later. Doei! Ja, daar staat dus nog een draaiorgel bij Dijkzicht. Dus er zal wel in je jaren zijn. Want ze begonnen met langzaam ons leven. Het is bij dat waar ze voor staan, hè? Daar is er een jarig, denk ik. Geweldig, niet? Nou, ik vind het schitterend, maar ik moet doorgaan, want Rebecca die komt zo. Ja, lieve vrienden, het was eventjes leuk, hè. Ik heb dat met mijn andere, met mijn mobiel dan eventjes gedaan. Maar dat was even leuk bij Dijkzicht. Ja, dus ik moet erom denken dat ik dat filmpje van mijn mobiel afhaal. Ja, dit is ook een mobiel, maar hier vlog ik mee en niet met mijn mobiel, nee. Want dat is voor gewoon gebruik waar je voor moet gebruiken, zoals telefoneren, et cetera. Oké, ik maak af en toe een filmpje om gewoon ergens anders naar door te sturen. Maar niet specifiek om ermee te gaan vloggen, nee. Maar ja, ik was deze camera had ik nu bij me, omdat het vlug moest. Maar in ieder geval, ik denk, nou, dat moet ik er even op zetten. Ja toch, dus dat komt goed. Ik ben nou druk bezig, ik heb voor eeuw, hoe heet het, kan al fit dat eten. Ik heb al voor eeuw in. Dan ga ik voor Rijka eten maken en voor mezelf een bakje koffie. Rebecca is ook zo'n, die komt er ook al aan, dus die heeft mij ook al gebeld. Dus ja, druk. Kan er ook niks aan doen, maar zo even die dagen, ja toch? En ik heb vannacht amper geslapen, ik lag met de boel net te draaien en te doen. Maar ja,
kan je ook niks aan doen. Nee, dat heet je zo één keer in de zoveel tijd. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, het is alweer hartstikke laat vanzelf. Ik zal even kijken. Ja, 3:30, bijna. Dus ja, we gaan weer lekker naar bedje toe. Daar loopt er eentje, die wil ook naar bedje. En daar staat er eentje, die wil ook naar bedje. Dus ja, we gaan de verlichting hier nog uitdoen, die hier nog brandt. En we gaan lekker naar bedje toe. Ze zeggen wel rustig, slaap lekker, met mooie dromen. En gezond weer uit je bed komen. Ja, ja, dat moet ook. En mijn liefhebbende broertje is vandaag jarig, waar ik zaterdag naartoe ga. Want ja, hij moet nou werken, dus we hebben er niks aan, nee. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen gaan vandaag. In ieder geval voor nu ga ik naar bed. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei!